Groningen, de profclub waar hij als 16-jarige debuteerde. Beste voetbalvrienden en beste supporters van FC Groningen. Op 12-jarige leeftijd ben ik begonnen in de jeugdopleiding van FC Groningen en op 16-jarige leeftijd volgde mijn basisdebuut in het stadion Oosterpark tegen Feyenoord. Inmiddels, 18 jaar later en een mooi voetbalavontuur rijken, komen we terug naar huis. Terug naar Groningen. De laatste weken heb ik veelvuldig overleg gehad met mensen binnen de club. En misschien nog wel het meest geluisterd naar de actie van de supporters. Arjen, volg je hart. Een terugkeer als speler van FC Groningen. Het begon te kriebelen en nu is het mijn missie. Ik werk aan een comeback als voetballer bij de FC. Achter de schermen werk ik hard. En als alles klopt, sluit ik aan bij de eerste training van het nieuwe seizoen. En daarna hoop ik jullie allemaal snel weer te zien. Want mijn droom is om uiteindelijk te spelen in het shirt van FC Groningen. Ja, Hanskraaij junior analist. Wat gebeurde er met jou toen je dit filmpje zag? Stond je te juichen, te huilen? Wat was het? Opgewonden. En hoe uitte zich dat? Nou ja, dat je denkt van, hè? Hij gaat hier dat toch doen. Hij is gestopt. Een wereldcarrière gehad. Want deze man is een wereldster. Geweldig gedaan bij PSV. Voor veel geld naar Chelsea. Geweldig daar gedaan. Naar Real Madrid. Bayern München. 10 jaar lang 20 grote prijzen gewonnen. En we hadden ons met z'n allen eigenlijk wel een beetje bij neergelegd dat hij was gestopt. Hij had ook afscheid genomen. En dan gaat hij in één keer, 3-4 weken geleden, gaat hij met een individuele trainer bij Bayern München. Want ze woonden op dat moment nog in München. Hij en zijn gezin. Gaat hij trainen. En toen dacht ik van, hé, waarom ga je dat doen? En ja, ik vind het, ja, ik zei opgewonden, maar ik ben eigenlijk opgewonden voor alle voetballiefhebbers. Ik ben opgewonden voor de Groningen supporters. Ik kan me voorstellen dat die spelers van Groningen, dat die ook iets hebben van, weet je, Sergio Ramos, die gaf de bal aan hem. Toni Kroos gaf de bal aan hem. Hij speelde met Ribéry, met Lewandowski. En nu, Tommy van der Looy zit te wachten op hem. En Bart van Hintum. Dus voor die spelers is het ook fantastisch dat ze ineens met Harry Robben mogen spelen. En Mo El Hankouri, een Marokkaans talent, die zitten zometeen naast hem. En die hebben iets van, hè? Klopt dit? Ja, ik vind het geweldig. Ja, en maar ik ben ook een beetje bang. Ja, daar komen we straks van, want het is een beetje blessuregevoelig. Maar eerst heel even over die spelers. Die vinden dat natuurlijk fantastisch. Maar ook de supporters van FC Groningen. De website lag de hele dag plat. Wat betekent dit voor de regio? Ik heb de indruk dat over 3 dagen dat hele stadion is uitverkocht. Dat wordt laatst geweest in 1834. Ja. Die seizoenkaarten die schijnen zo verschrikkelijk hard te gaan. En het is ook niet iemand die, weet je waar, ik doe nog even Groningen. Het is eigenlijk, is dit nou iemand waar je echt van houdt? Hij verdient natuurlijk mega veel geld, maar dit is je buurjongen. Arjen Robben is net als Rafa van der Vaart, is gewoon je buurjongen. Wat een leuke jongen is dit. En je hoopt echt dat die Groningen supporters, en wij ook allemaal, wij hebben Fox Sports ook, wij kijken er ook naar uit. Want vanaf 1 augustus, dan mogen we weer. En dan hebben wij elke dag een oefenwedstrijd met betaald voetbalclubs. En dan gaan we hem al zien. Ja, want wat betekent dit voor het Nederlandse voetbal in het algemeen? Dat het gewoon Robben weer terug is. Opwinding. Ja, hè? Ja. We hebben hier wat voetballiefhebbers aan tafel, meneer Vonhoff. Ja, ik ben er echt heel blij mee. Ik ben een Pek Zwolle fan. En daar kan ik niks aan doen. ik heb toevallig schandalig als Enschedeer. Ja, zo is het. Ik mogen wel zeggen. Dus dat is mijn nummer 2. Maar inmiddels, ik heb een vestiging met mijn bedrijf in Groningen. Dus misschien is dit voor mij wel een hele mooie aanleiding om toch een keer over te stappen. Nou ja, nee, zeker niet over te stappen. Dan zet ik de meneer of mevrouw die daar verantwoordelijk is bij Groningen. Nee, maar ik vind het fantastisch. Dit wordt wel vergeleken met de terugkeer van Cruijff bij Ajax in de jaren 80. Is dat een goede vergelijking? Er zijn heel veel, Sander, jij vroeg het net aan mij voor de uitzending. Is het vaak goed gegaan als je bij een topclub terugkomt? En het gek is, het is heel vaak bij spelers fout gegaan. Maar ik denk dan aan 3 spelers bij wie het heel goed is gekomen. Cruijff was natuurlijk overal goed, dus die terugkeer was goed. Wim van Hanegem kwam terug bij Feyenoord, dat was goed. Was toevallig onder mijn vader, dus dat kon niet misgaan. en Mark van Bommel bij PSV, daar denk ik dan aan. En als hij fit blijft, ja, dan het is wel een beetje gevaarlijk gezien zijn speelstijl, denk ik. Hè? Want hij is natuurlijk, hij moet het hebben van zijn explosiviteit, zijn snelheid.
En je zou zeggen dat dat met de jaren juist minder wordt. Ja, en nu je dat zegt met zijn explosiviteit. Hij heeft natuurlijk altijd gevoetbald. Ik probeer het heel simpel uit te leggen. Bij clubs die heel dicht, als hij de bal kreeg, is hij heel dicht bij de goal van de tegenpartij. Ja. Want Bayern München is altijd beter dan de tegenpartij. Real Madrid is altijd beter. En nu komt hij in een ploeg die vaak 60% van de wedstrijd op hun eigen helft. Dus hij krijgt een bal en dan moet hij nog 60 meter overbruggen. En daar ben ik zo bang voor. Want als wij sprinten, sprinten we met onze benen en onze armen. Hij sprint met zijn wenkbrauwen, met zijn oren. Alles. Er zit zoveel passie in deze man. Maar jij bent bang voor blessures dus? Ja, ik hoop dat hem dat bespaard blijft. Maar dat is, ik ga morgen naar Groningen. Dan spreek ik hem uitgebreid. 1:15 live te zien, Fox Sports 1. Presentatie van. En dan spreek ik ook de trainer. En wat die trainer dus echt moet doen, is tegen hem zeggen, als wij 6 keer trainen, Arjen, train jij 4 keer. Maar als wij 8 keer trainen, train jij 5 keer. Je moet zo zuinig met hem omgaan. Maar heel veel trainers durven dat niet. Maar in voetbal moet je onderscheid maken. Laten we even terugkijken naar de 16-jarige debuterende Arjen Robben bij Groningen in het profvoetbal. Groningen komt opnieuw met Van der Heerik. Hugo. Balletje achterlangs bij Robben. Dat is ook niet verkeerd wat Robben daar laat zien. Met handen en voeten verdedigt Jochemsen. Die krijgt de bal dan tegen zijn hand. Maar niet opzettelijk. En dus is het geen penalty. Hoewel het halve Oosterpark daarom schreeuwt. Hier nog eens dat duel tussen Robben en Jochemsen. Jochemsen staat dan weer. En krijgt dan die bal tegen zijn arm. Maar daar kan hij echt niks aan doen. Ja, wel of geen penalty. Hij kon ook wel eens nog een penalty versieren. Hè? Dat is dan een kritiekpuntje. Dat is hem. Ook weer lekker voor die Groningen supporters. Er gaan heel veel penalties vallen. Prachtige vallen. Ja, ja. Hij kan zich uitstekend laten vallen. waarom gaat hij in Groningen weer aan de slag? Want PSV wil hem ook hebben, begrepen. Nou, dat was een veel makkelijkere keus. In navolging wat ik net zei. Want PSV speelt wat. Ja. Hè, en die hebben weer een Duitse trainer, Roger Schmid. Die zogenaamd heel Nederland op zijn kop wil zetten. Wat ik eerst nog even moet zien. Maar dan is hij ook wel dichter bij de goal. En hier moet hij echt heel hard gaan werken bij Groningen. Maar daar is hij dus ook niet bang voor. Ik gun het hem echt. Dat is toch de emotie en het gevoel, dit is mijn thuis en dit is mijn club. Dat hij nu voor Groningen kiest. Hij is weer thuis, dat zegt hij ook. En die supporters die hebben hem er doorheen gesleept. Wat je ook vaak ziet bij wat oudere spelers die dan terugkeren bij de club waar het ooit begon, is dat hij trouwens ouder, want hij is 36, toch? Dus echt, is dat echt oud voor een voetballer? Ja, dat is oud. Ja, okay. Ja, dat is net zo oud. Dus ik hoor net dat ik kan net lopen. dat doen ze vaak, omdat ze daarna directeur of technisch manager willen worden bij die club. Nou, dat heeft hij wel een aantal jaren geleden een keer ergens geroepen. Van, ik wil een functie na mijn Bayern-tijd bij Groningen. Ja. Algemeen directeur, technisch directeur. Ja, ik gun hem alles. En als hij het een klein beetje gaat doen, als hij van de 34 wedstrijden er echt een stuk of 6, 27 kan spelen. Ja, dan gaan ze echt 3 standbeelden voor hem neerzetten daar. Laten we nog heel even kijken naar wat hoogtepunten uit zijn carrière. Van standbeelden die hij al lang heeft verdiend. Ja, Robben gaat normaliter altijd binnendoor. Maar nu gaat hij echt buitenom. Dat is eigenlijk niet des Robbes. Het knappe is dat hij redelijk voorspelbaar is. Hij trekt altijd naar binnen, maar het lukt wel. Ja, dit weet elke keeper, elke linkervleugelverdediger. Ja. En toch lukt het hem elke keer. Ja, dan ben je zo verschrikkelijk. Kijk, dit is echt Robben. Hup, binnen. Ja. Maar mag ik als successupporter nog even iets vragen? Want ik denk dan toch ook aan het Nederlands elftal. Is nou de kans dat hij ook weer mee gaat doen aan het EK? Dit is wel echt Robben. Naar binnen. Ja, in de voetbalanalytische stand. Ja, maar jullie hebben toch die beelden opstaan? Ja, dat is fantastisch. Maar wat nou met het EK? Nee. Dat gaat hij absoluut niet meer doen. Dat is toch jammer? Nee, maar dat moet hij ook niet meer doen. Denk je dat het een succes wordt, deze rentree? Als hij fit blijft en als de trainer Danny Buijs, en dan gaan we hem morgen inpeperen, geef hem op tijd rust, Ooit Wim van Hanegem, die op 5, 6, 37 was bij AZ. En toen gingen ze intervaltraining doen met die hele ploeg.
Ja. En dan zei hij 20 minuten en dan zei mijn vader na 8 minuten... Wim, ga jij maar lekker zitten. Kijk maar eventjes hoe die anderen zich helemaal de Jan Tandjes lopen. Wij hebben jou zaterdag of zondag heel hard nodig. Ja. En dat moet die Danny Buijs ook doen met Arjen Robben. Rustig aan, Arjen. Nou, we gaan het zien. Ik hoop dat het een succes wordt, maar niet te groot. Want ik ben natuurlijk een Twente-man. Ik wel. Heel goed. In de strijd om het lijsttrekkerschap van het CDA neemt Mona Keijzer het op tegen 3.